Goed zo, woe! Ben je er klaar voor? Ja. Hij is alleen maar gekoekt dan. Ja, precies. Welkom bij weer een nieuwe weekvlog. Ik ben met Bayou. Wat is hij? Oh, hij neemt een stokje mee. Ja. Zonder bal. Vandaag ben ik hier bij de surfparkjes, want ja, ik film altijd als ik bij de parkjes ben. Oh, hij wil spelen. Oh, zo cute. Het is zo'n groot hond, maar het is nog zo'n baby of zo. Het is ook gewoon een baby. Hij is denk ik een jaar of zo. Iets langer dan een, iets ouder dan een jaar. Maar daar zijn de paardjes. Hey, Feli. En Bijlerin. Bijlerin is trouwens jarig, dus gefeliciteerd. Ik kon helaas geen taart meer nemen, want ik was met de OV. En dat is Pinksy. Oh. Hey, Poppie. Wat ik vandaag ga doen... ik weet niet zeker of Lucena nog komt, want zij is er vandaag niet. Had ik het al verteld? Ik weet niet meer. Maar zij is er vandaag niet, dus ik heb de paarden voor mezelf vandaag. Maar misschien zou ze nog aan het eind van de dag kunnen komen. Dus dan kunnen we nog een buitenritje maken of zo, denk ik. Maar die kans is klein. Maar, oh, ik weet niet wat hij aan het doen is. Maar ik dacht van, ik ga eerst even denk met Binksy even wat doen. In een bak, even springen misschien. En misschien kan ik met de boys kan ik ze even longeren en dan ook misschien vrij springen. Ik heb Pommy ook even naar buiten gebracht. Hé, kan je lekker plassen? Ik heb bij jou toch maar even binnen gezet, want hij deed weer een beetje raar. En ik heb deze kleine poepert in de bak gezet. Woe! Kom maar. Woe! Kom. Goed zo. Kom erop. Hij is heel schattig. Oké, zal ik een paar balkjes zetten, lieve schat? Terug. Oké, jongens, ik heb de hindernis heb ik opgezet en nu gaan we springen. Even pauze houden of zo hoor. Nee, is pauze, maar ik moet gewoon een dutje doen of zo. Oké, laat Binksy even hier grazen. Dan ga ik even de boys pakken, want die zijn echt wel. Die hebben echt wel wat beweging nodig, merk ik. Die laat ik dan even in de bak rondrennen. Ik doe wel even de hindernis weghalen of zo. Leuk. Ik geef de paarden nog even een laatste snoepje. En daarna ga ik weer naar huis, want het is gewoon te warm. En ik heb al wat gedaan met de paardjes. Hier, wil je nou een snoepje of niet?
Even kijken, Pinksy ook. Pinksy. Dus ja, ik ga nu naar huis en dan zie ik jullie bij de volgende dag. En het is zondag, ik ben met Naomi. Hey. We zijn vandaag op de manege van Naomi heeft een wedstrijdje. Zij gaat de... Welke vroeg hij? De F9? Nee! De F5. Okay, ja, voor de laatste keer. Ja, voor de laatste keer. En dan gaat ze naar F6. Ja. En vandaag is dus ook de kwalificatie of zo. Ja, voor Jumping Maassluis. Jumping Maassluis. Dat is ook over een paar weken of zoiets al. Hemelvaartweekend. Ja, dat gaat echt snel. Ja. Maar je kan niet eens. Ik zit in het buitenland. Ja, dus dat is dan wel jammer. Maar goed, we gaan even onze spullen pakken. Dan gaan we Naomi's paard laten zien. Hij is echt heel cute. Ja, die is heel erg cute. Ja. Oké, en there he is. Ze rijdt op... Redje. Dat was mijn tweede keuze vorige keer toen ik het proefje had. Maar ik reed toen op Mulan. Hij is zo lief. Hij is heel erg cute, ja. Always poop the snoot, hè? Ja. Volgens mij ziet hij er nog best wel schoon uit. Ja, ik weet niet wat daaronder zit, maar... Zijn voetjes zien er nog best wel wit uit eigenlijk. Dan moet ik even haar pyjama aan, want ze is een beetje moe. Ze heeft echt mijn pyjama. Nee. Deze zit zo lekker. Ja, dat wel. Oké, jongens, wat is... Hoe vies gaat wat hij zijn? Wat is de schade, ja. Oh, als we zijn deken uitkrijgen. Ben je er klaar voor? Ja. Da-da-da-da-da-da. Oh, hij is echt weer schoon nog. Ja. Ja, wow. Heb jij geluk mee? Ze kunnen wel zijn benen wassen. Ja, dat is wel een goed idee, dan zijn ze extra wit. Oké, Red is wel echt een van de mooiste paarden die hier staan, vind ik. Oh, dank je. Oh. Ja, maar echt gewoon, hij is heel erg groot. Hij heeft een mooi hoofdje. Hij is lekker breed of zo, toch? Ja. Kunnen we wassen? Ja. Oké, jongens, we're going to the spijkplaats. Afvragen waarom ik bijna best wel vaak Bentes hoodie aan heb. Ik vind het oprecht echt een leuk hoodie, want soort van, voor mij is het een vrouwenmaat of zo. Maar hij is echt gewoon perfect als in, ja, de mouwen zijn soort van oversized, maar dit is soort van half cropped of zo. Dat vind ik ook heel erg cool. En dit is gewoon dan gewoon extra, dat is gewoon super leuk. Oké, okay, we are ready. I'm ready. We gaan even Redje weer terugzetten. En Redje staat... Kijk, zijn voetjes zijn echt heel erg mooi wit nu. Echt heel erg mooi wit. Nu nog even drogen en dan is hij ready. Oké, Naomi gaat de knotjes proberen. Kijk, normaal doet Sabrina de knotjes, want zij is er echt heel erg goed in. Alleen, zij is er vandaag niet. Zij is in Spanje. Nu moeten wij het proberen. Ja, ja, Naomi. Ja, precies. Ja. Dus ja. Waar ben je als we je nodig hebben? Ja. Dus ja, we gaan het zien. Ik ga even poetsen voor wat het nodig is, want hij is nog best wel schoon eigenlijk. Dus ja. Het eerste knotje zit al. Kijk hoe cute. Yay. Oh, die is echt heel cute. Oké, het zadel zit er al op. Naomi kleedt zich om. Yes. Are you nervous? Always. Dat snap ik. Het is altijd een soort van strijd tegen de tijd, terwijl je weet dat je op tijd bent. Ja, klopt. Daarna gaat ze inrijden en daarna is het haar beurt. Ik ga niet voorlezen, want ik kan dat niet. Ik moet... Oh, je moet echt een keer oefenen. Ja, ik moet het wel een keer oefenen. Ja. Maar anders kan ik niet filmen en dat is ook wel belangrijk. Ja, precies. Dus je betere kwaliteit. Daarom. Dat is mijn specialty. Oké, mensen, are you ready for Naomi van der Zweet?
Kijk hoe mooi, kijk hoe pretty. Dit is echt een heel erg leuk jasje. Dank je. Komt die dingetjes. Woe! Oh ja, die is ook heel erg mooi. Kijk dan. Ja, die is heel pretty. Oké. Okay. Ik ga even het hoofd zo opdoen. Als zij haar cap om heeft. Ja, hij moet drogen. Ja, hij moet drogen, want hij was een beetje vies, dus we hebben hem even schoon gemaakt. Hij is nog steeds vies. Ja. Oké. Okay. Oh, hij heeft ook een gemakkelijk gauw. Hij moet ook even erop doen. Die. Oh. Ja, heel goed, meneer. Oh, sorry. Ja. Goed zo. Oppassen voor het stukje. Ja? Ja. Nee, kom, je kan niet zo lief. Uitspoten, zeg ik altijd. Maar is die wel goed, toch? Ja, je bent echt een fantastische groen. Maar eentje, stakker. Eentje maar hoor. Ja, nu is hij perfect. Oh nee, dit nog wel. Maar dat gaan we even doen zonder camera, anders dan. Ik heb een extra persoon nodig. Oké, okay, let's go! Hey. Ik heb er zoveel zin in, hè? Ja, het is helemaal te zien. Oh. Ja, ja, ja! Let's go. We gaan naar de bak. Gaat heel goed hoor. Oh, je gaat heel snel. Reetje. Hij heeft er zin in. Hij heeft er echt heel erg zin in. Oké, dan gaan we hier. De laatste keer F5. Ja, dus deze moet je halen. Oh. Oh. Oké. Okay. Gaan we even een paar foto's maken. Hij ging wel bijna. There she goes. Veel succes, hè, nou. Succes. Succes, girl. Dank Hij wel. Ja. Ik vind hem zo schattig. Ja, hij is heel cute. Succes! Hij ging echt heel erg goed. Ja. Ik ben trots op hem. Ja. Maar dat echt, zeg maar, ik zag geen fout of iets. Zeg maar, hij struikelde wel en hij poepte, ja, zeg maar. Ja, precies. Toen hij moest stilstaan, ja, ging hij poepen. Ik ging echt stuk. Oké, beter. Maar toen dacht hij daarna ook dat hij weer, ja, klopt, zachter mocht. Maar ook in galop, hè? Deurvrij. Ja, klopt. Hij heeft alleen maar goed dan. Ja, ja, precies. Oké. Okay. Ik ga nu even lekker uitstoppen en dan. Ja, het ging. Is dat een puff? Oh, die ging heel erg hard puffen. Een paar dan. Kijk, kijk hoe blij ze is. Ze is echt heel erg blij. Kijk. Oh, je bent echt blij, hè? Ja. Maar dit is gewoon die ontlading. Ja, klopt. Al die zenuwen, al die spanning. Ah, echt een snoes. Ja, ze is nu aan het uitstappen en daarna gaan we Ratchet terugbrengen. Ik heb zo'n honger, ik heb zo'n zin in patat met kaasstengels.
kaasvingers. Nee, kaasstengels. Dat is onze traditie. Na het paardrijden, na een proefje, altijd dat eten met kaasstengels. Ja, dat is echt lekker. Over 2 weken dan is het mijn beurt weer voor een proefje. Kijken of ik die ook ga vloggen. En dan is het zeg maar de voorselectie voor Jumping Maassluis. En vorig jaar was ik de winnaar. Ben je klaar? Oh, yes, is klaar. Ik ga er even... Oh. Oké, oh. Ja, ik ga haar even ophalen. Ja, dus vorig jaar toen had ik ook meegedaan. Toen was ik de winnaar van de paarden. Echt super grappig. En ja, ik hoop dat ik dit jaar ook win. Want Naomi rijdt dit jaar niet mee met Jumping Maassluis. Nee. Dus ik heb grotere kansen. Nee. Ah, jawel. Want jij rijdt even en ik rijd oneven. Nee, maar ik heb minder kans omdat jij niet rijdt, want jij bent goed. Dus zeg maar. Snap je? Oh, op die ja, dus ik heb zeg maar een nou, grotere kans een om te winnen, zeg maar. Dat is wel overdreven. Nee, ze is echt heel erg goed. Nou, maar wie heeft er vorig jaar Jumping Maassluis gewonnen? Ik. Wie was er tweede? Sorry, ja, maar alsnog. Dan heb ik gewoon extra toen reed ik op Pache. Ja? Ja. Toen reed ik op Mulan. En die was bang voor alle vlaggen en alle commotie en microfoon. Oh ja, dat helpt. Dat helpt dan voor mij. Oké, okay, nou, we gaan het zien. Goed. Ja? Oké, okay, kom. We gaan patat halen met kaasstengels. Oh, eerst even dit pakje. Ja. En mijn knopjes zijn buiten zitten. Ja? Ja. Oh ja, ik zie het. Dus ik hoef volgende keer ook niet te stressen dat ik mijn knopjes kan maken. Zo, daar zit het stoffer los. Ja. Zo. Hi. Hey, Snoot. Hi. Je hebt wel heel goed afgemaakt. Ja. Thanks. Dat was uit mijn paniek. Gewoon alles heel strak. 10 elastiekjes eromheen. Ik heb al 2 strikjes gesloten, sorry. Nee, dat geeft niet. Dat geeft 3. Maakt niet. Hoeveel punten geef je me van de wedstrijd? 100. Van de 10. Oh, ik dacht al, ik heb er 210 nodig. Oh, sorry. 100. Oh. 240. Ja. Dat is echt veel. Ik denk oprecht dat jij boven de 230 zit qua punten. Nee? Nee, die jury zag er heel ongeamuseerd uit. Oh, nou ik denk echt wel zeg maar boven de 230. Zeg maar daar ga ik voor bellen. Het hoogste wat ik ooit had was 233. Oh ja? Ja, maar dat is vind ik best wel een hoog PR. Ik had vorige keer hoeveel? 229. Ik weet het niet meer. Oh, dan volgens mij wel 228. Kijk de vorige video. Ja. Jongens, het ging heel snel, maar 7 gewonnen. Ja, we waren te laat of zo, dus ja, ze gingen op ons wachten, maar she won! Echt leuk! En? Hoeveel punten? 223. Oh, echt? Maar wel net proef. Oeh, nice. Het hadden er meer gemogen van mij. Dat is lief van jou. Oké, okay, jongens, ik moet alleen nog even een foto maken. Oh, ja. Zal ik hem met jou telefoon maken? Oh, zo cute! Mag ook met jou. Oké. Okay. Waarom? Omdat die van mij beter is? Oh ja. Ja. Ja, want ik heb de Pro Max. Kijk, dit is Feli. Zo cute. Oké. Okay. Fotootje maken. Oh, dit is leuk. Dit is echt heel cute. Oh. Hey mensen, we zijn weg. We hebben al een ijs gegeten bij McDonald's. En ja, we hebben genoten. Zeker. Hoe vond jij het? Ja, ik vond het echt super leuk. Ja? Ik vind het gewoon echt heel erg leuk als ik win. Ja, ik vind dat het sowieso gezellig, maar als ik win, dan is het dan ja, ik had anders zo van me afgemaakt of zo. Ja. Snap je? Ja. Maar ik ga de vlog weer bij afsluiten. Heel erg bedankt voor het kijken. Like deze video als je hem leuk vond en abonneer als je niks wil missen. En dan zie ik jullie in een volgende video. Houdoe! Bye!